Is mijn moeder weer doodgemaakt, terwijl ze voor me stond. We zouden nu in de auto stappen naar de plek waar zojuist iemand is doodgeschoten. Ik heb de hel op aarde net gezien. Er is een toestemming gegeven dat we zoek van de wijk kan filmen. En ik weet niet of ik dit wel moet vinden. Kom je klaar? Ja, we gaan. Met de zuster aan mijn zijde is hier alles oké. Mensen hebben hier wapens. Ik zie mensen drugs gebruiken, pillen nemen, compleet van de wereld zijn en daartussendoor rennen jonge kindjes. De huizen die je hier aan de zijkant ziet, die zijn gevuld met 30, 40 mensen die zo van de wereld zijn dat ze volgens mij niet eens meer weten waar ze zijn. Hallo. Hi. Ik probeer de baby een beetje te lokken, maar dat lukt niet. Zoveel warmte en zoveel liefde en zoveel ellende tegelijk. Ze kan ook echt praten. Oh, she was there. Toen ze net in het karretje langs kwam, kan je het erin? Dat is haar vraag. Zij is klaar. Wat je net zag was de vrolijke voorkant. Daarachter, achter die dunne muurtjes, dat zijn de crackhuizen. Dat is waar de zombies zitten die drugs gebruiken. Alsof er geen morgen is. Ik heb zoveel te vertellen. Die lieve vrouwen waar ik net mee aan het spelen was met die lieve baby. Zij zijn drugsdealers, drugsverslaafd. En verkopen hun lichaam om ook weer drugs te kunnen kopen. Weet je, als ze dat niet hebben. En die kleine baby die is daar. Eén grote toffe ellende. Terug in het hotel. Ik weet niet wat ik moet voelen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik weet niet. Ik weet het gewoon niet. Ik weet alleen gewoon dat ik in een crackhuis ben geweest. Ik heb baby's en kleine kindjes daar rond zien rennen. Ik heb een man, een meisje een pistool op zijn hoofd zien zetten. En verhalen gehoord van meisjes. En ik zit hier in mijn hotelkamer met een uitzicht. En er zijn hier mensen vakantie aan het vieren. Dat hoort erbij. Het is zo'n prachtig land. Ik kan dit extreme, rijk en arm. Ik dacht dat ik wist wat armoede was. Ik had helemaal geen idee, joh. Ik heb hier allemaal door een schermpje wat jullie nu aan het doen zijn. Jullie kunnen wel naar deze vlog kijken. Voelt je gewoon een sukkel om alles waar je je druk om maakt in je eigen leven? Ik wil niet huilen. Ik wil niet huilen. Want ik heb een goed leven. Maar ik ben gewoon heel erg geschrokken van wat ik heb gezien. Ik wil niet lopen janken in mijn kutvlog, maar wat ben je nou voor mensen die je niet door geëmotioneerd raakt. En ik ben jullie aan het laten zien wat hier aan de hand is. Wat moet je doen als jij opgroeit tussen iedereen die drugsverslaafd is. Overal wordt drugs gebruikt. Daar groei je tussen op. Het is niet een kwestie van de foute vrienden vinden, het is een kwestie van goede vrienden vinden. Want die... Iedereen daar is naar de kloten. Iedereen daar is uit zijn pan. Iedereen draagt wapens. Er is bendegeweld ook nog eens, hè? En dan denk ik, wat ben ik nou aan het doen? Ja, ik ben dit aan het opnemen. Zullen jullie zien waarom we deze meisjes moeten helpen? Want ze hebben anders geen kans. Is hier niks. Ik zit op Instagram te kijken en allemaal foto's van mensen die nu terugkomen van Burning Man. Dat is iets waar ik ook heel graag naartoe wil. Maar het contrast is zo groot. Ik kan al niet eens het contrast rijmen met in deze hotelkamer zijn. En wat ik net heb gezien. En dan denk ik nu aan al die mensen die op Instagram... ik word gewoon walgelijk van mijn eigen foto's. Ik kan er echt nog niet aan denken dat we zo meteen naar een van de feest gaan. Maar we gaan het zien. Ik heb nog 2 uur om even te tukken, want het feest begint heel laat. In de hotelkamer. Dat was een grote verrassing.
Ik heb vandaag in één dag de grootste contrasten in mijn leven gezien. Ik heb vandaag extreme drugsverslaafde mensen gezien. Ik heb een meisje gesproken die zwanger is gemaakt door haar eigen vader. Ik heb een meisje gesproken die haar eigen moeder voor haar neus vermoord heeft zien worden. Ik heb een man, een meisje een pistool op haar hoofd zien zetten. En ik heb vanavond een van de meest jolige, uitbundige, blije feesten gezien waar ik ooit ben geweest. Dat allemaal binnen 24 uur tijd, binnen 12 uur tijd, in dezelfde stad, op een steenworp afstand van elkaar. Ik ben blij dat ik de dag zo afsluit. Ik ben natuurlijk niet vergeten, maar ja, ik is even een beetje naar de achtergrond verdwenen. Morgen gaan we weer bijzondere dingen doen. We gaan naar thuis en slapen bij de zusters, want daar hebben ze ons voor uitgenodigd in de favela's. Dus dat is ook heel bijzonder. Joe, tot morgen. Is hier nou in de... Yo, lekker plukje. Hallo. Ik heb 4 uur geslapen. Ik heb eigenlijk alleen maar erover gedroomd. Ik ben heel bang de hele tijd. Ik was gisteren ook heel bang om in het donker te slapen. Dat is niet gek, denk ik. Ja, lekker bij de nonnen. We komen hier binnen, we worden door deze meisje onwijs goed geholpen. Obrigada! Kom maar. Het is Spanjola, no, Hollanda. We zijn aangekomen op een plek die Santa Monica heet. Een scholencomplex. En hier worden meisjes tussen de 7 en de 18 jaar maar daar opgevangen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Kinderprostitutie tot misbruik thuis. Free Girl zorgt ervoor dat 36 meisjes hier worden opgevangen. Ik weet dat al deze meisjes hier uit de hel komen waar ik gisteren ben geweest. En ik hoor ze hier lachen en springen en spelen. En dat is zo'n groot contrast met gisteren. En het geeft me zo'n goed gevoel dat ik nu zie wat Free Girl doet. Kindjes die hier opgevangen worden, dat zijn de heftigste gevallen. Er zijn miljoenen gevallen van kinderen die misbruikt zijn in kinderprostitutie. Maar deze kinderen zijn allemaal via de rechter hier geplaatst. Die zijn verwaarloosd thuis. In de meeste gevallen misbruikt door hun familie. In een klein geval ook in de kinderprostitutie terechtgekomen. En ik ben hier met ze aan het spelen. En het is hier hartstikke gezellig. Maar ik weet dat deze meisjes zoveel heftigheid hebben meegemaakt. Kinderslaapkamers. Ligt er eentje te tukken. Allemaal hier lekker op kamertjes. Er staan hier dametjes. Heel mooie rokjes en jurkjes. Laten we hier eventjes een hele mooie gedeelde Barbie collectie zien. Die ze zouden heel trots op zijn hier. Kan je niet omheen hier in de kamer. Het idee dat deze kinderen tussen de verslaafden liepen daar, misbruikt werden. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat deze kleine guppies, deze lieve, lieve kleine meisjes, zoveel hebben meegemaakt. En ik vind het zo fijn om de reis een klein beetje hier al af te sluiten om te zien wat Free Girl doet. Gisteren snapte ik er geen zak van wat moet ik hiermee? Wat kan ik doen? Nu zie ik hier dat er voor 36 meisjes goede basis wordt gelegd en dat is alles waard. Wij zijn weer onderweg naar het wijk waar we gisteren vandaan kwamen. Ik heb gehoord dat de wijken een soort landsgrenzen beheerd door de bendes. En wij slapen vanavond in het klooster dat op een landsgrens staat. Ze noemden het net een beetje de Gazastrook. De plek waar we gisteren vuurwerk hoorden. Aangekomen in het prachtige klooster Maria Mee. Davida. We zijn hier uitgenodigd door andere zuster Rubia om een nachtje te slapen. Dat is heel bijzonder, omdat het eigenlijk op een hele gevaarlijke plek is. Maar het is ook een oase van rust. Morgen vlieg ik samen met Laila naar Rio om bij te komen van dit alles. Ik ga nu mijn vlogcamera en mijn telefoon alles wegleggen om hier even tot bezinning te komen. Ja, dat is gewoon echt wat het is. De avond is gevallen hier in het klooster. We hebben net heerlijk gegeten. Frans hebben we net losgelaten. Het hekkenhuid die vliegt al terug. Dus we zijn nu aangewezen op de vertalingen via de computer. Het contrast hier is zo groot. Moet je kijken. Dit is een gebedsruimte. Prachtig.
En dan is dit buiten. Can you say it again? A minha roupa está suja. Por que você estava filmando? Porque você estava filmando para mostrar meu suja. Frans is 1 minuut weg en het is nu al gewoon, de computer start niet op en dit werkt niet. En ik heb geen idee wat ze bedoelt, maar ze wil me echt super graag iets vertellen. Zo moeilijk dit. Voor de hey. Oh, ik sta zelfs op dingen. Ze wil het muggennet ophangen. Maar ik dacht helemaal dat het iets heel belangrijks was. Oké. Okay. Vamos. Een skip. Een skip. Oh. Obrigada! Je ziet helemaal niks. Oh god. Ging weer vuurwerk af. De zusters die vertalen met Google Translate. En dit is wat ze letterlijk zegt. Het kan zijn dat er in de favelas mensen zijn omgekomen. Ik begrijp het niet. Maar haar houding is relaxed. Ze gaat verder typen. Ik moet nu onze hond vrijlaten. Is hier dus een lijpe waakhond nu te binnenplaats? Dit is gewoon zeg maar omgekomen en hond vrijlaten is gewoon in mijn ogen zo'n trigger op dit moment. Door alles wat ik heb gezien, denk ik, ben ik nou mezelf gek aan het maken of is dit gewoon echt spannend? Ik wil zo graag slapen. Ik heb gezegd dat ik mee ga bidden morgen vroeg om 4 uur, zo'n scherm wekker. Het is al 5. Good morning. Onze taxi is er over een half uurtje. Ik ga nu meedoen met dit gebed. Iedereen is wakker. Good morning. Wat is hier? Hallo. Hey. Oh, ik ga bidden na zo'n nacht. En ik vind het een bizarre situatie. De taxi is er bijna. En ik ga samen met Laila naar Rio. Van tevoren dacht ik, nou dat is dan fijn, want dan ik moet Nederland meteen weer werken. Kan ik al eens even een beetje een plekje geven. Maar ja, het voelt super dubbel. Ga ik vakantie vieren. Op een plek waar het eigenlijk hetzelfde is als hier. Maar ja, dus ik kan niet over het hele leven zo gaan nadenken. Ik weet niet hoe deze vlog is geworden. Ik weet niet hoe ik hoorde kan zeggen hoe bijzonder ik dit vond. Alle situaties die we hebben opgezocht samen met de zusters is om te zien, te begrijpen dat de meisjes hier geen kans krijgen. En ik heb het gevoel dat ik dat niet begrijp. Ik ga de vlog hier afsluiten. Ik ga onwijs mijn best doen in Nederland. Concrete doelen te stellen hiervoor samen met Laila en met Free Girl. Om te kijken wat we kunnen doen hier. In wat voor opzicht. Dus er zijn een hoop concrete doelen die we kunnen bereiken. En ik ga je zeker terugkomen. Vond je dit nou een bijzonder verhaal? Deed dit je wat? Deel het dan. Laat wat weten achter of onder in de comments. En ik hoop dat ik aan jullie een beetje het gevoel heb kunnen overbrengen wat ik hier heb. Dat is echt heel bijzonder. Ik ga afsluiten voor nu in Fortaleza. Tot volgende week. Bye. 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 Bye.